Dag iedereen en welkom bij de eerste oefening op vermogen. Het eerste vraagstuk dat luidt: een accu heeft een spanning van 12 volt en levert 8 uur lang een stroom van 5 ampère. De vraag is dan: hoeveel energie heeft die accu geleverd? Nu, we kunnen dat in een schema zetten en dan zie je dus inderdaad een voeding van 12 volt. Die een stroom stuurt van 5 ampère en die doet dat over een tijd van 8 uur. Nu, wat is er gevraagd? Gevraagd is hoeveel energie er in die 8 uur precies wordt omgezet. Dus de vraag is hoeveel arbeid wordt er gedurende die tijd geleverd. De formule die we daarvoor nodig hebben, is enerzijds moeten we het vermogen bepalen. Vermogen is spanning maal stroom. En we kunnen dan de arbeid bepalen door het vermogen te vermenigvuldigen met de tijd. Nu, voor ons gemak kunnen we ook deze formule in deze gaan steken. Dus dan zeggen we gewoon dat de arbeid gelijk is aan spanning maal stroom maal tijd. Maar we gaan dat eerst voor het gemak 1 per 1 eens gaan uitrekenen. Dus voor het op te lossen, starten we natuurlijk met vermogen te bepalen dat onze batterij levert of onze verbruiker natuurlijk verbruikt. Oplossing: vermogen is gelijk aan spanning maal stroom. Dat wil zeggen, is 12 volt maal 5 ampère. En dat komt dan neer op 60 watt. Dus dat komt neer op 60 watt. Moeten we nog even de arbeid bepalen door het vermogen te vermenigvuldigen met de tijd. En dan komen we uit op 480 wattuur, of beter uitgedrukt 0,48 kilowattuur. Wat vooral interessant is, omdat het is ook de kilowattuur, dat is de standaard eenheid die dat je terug zal vinden op je energiefactuur. Dus het antwoord op deze vraag: wat is de hoeveelheid energie die in die 8 uur lang geleverd is? Is 0,48 kilowattuur.